Hier stond wat wij noemen de bom. Oftewel het watervat. Weet ik veel waarvoor. Ik denk gewoon een opvang voor de cv of zo, weet ik. Ja, dit was de staat. Dan een van de balken waar dat ding op hing. De inhoud van dat ding was 150 liter. En dat ding zelf was ook niet licht. Dus er lag bijna 200 kilo op dit stuk. Nou, dit kan nog wel. Dat is een vloerbalk, die is serieus sterk. Maar dit is gewoon tegen de vloerbalk aangeschroefd. En zoals je ziet, niet recht meer. Dus laten we zeggen dat we blij zijn dat het ding er nu af is. En dat het wederom een wonder is dat hij zichzelf niet naar beneden heeft gehaald. Huisbewoners, daar wisten we niks van. Dit staat achter gipsplaatjes. Eén. Twee. En daar beneden. Door rijtje. Zitten er een beetje in het rijtje. Die. Daar zitten er nog een paar, minstens twee. Het hoekje. Kaarsjes over. Kaarsjes verzamelen. Die gaan in een blikje. Het blikje gaat op de kachel. Dat smelt. En dan heb je de oude glaasjes. Daar giet je het spul in. En voilà, nieuwe kaarsjes. Ik voel me wel een beetje net zo zuinig als Dagobert Duck. Maar je leest te veel Dagobert Duck piekstoel. Eerste echte sneeuwdag. Geen dooi, de hele dag alleen maar sneeuw. Wilco heeft hier 10 minuten geschoven. Ik heb hier 2 minuten geleden gelopen. Je ziet het daar nog net tegen het huis aan, maar verder. Ik reed hier met een karretje. Dat zie je dus niet meer, hè? Bon om de nes. Ja, als je lang wacht wel. Ja, jij wel. Zo ziet er wel uit. 5 minuten geleden geschoven. Ja, zo weer wit. Vanochtend is de weg ook geschoven, maar daar zie je natuurlijk helemaal niks meer van. Ik denk dat we de 15 centimeter inmiddels wel aantikken. Nou, niet overdrijven. Hoe ver? Oh, best decent. Hoe lang zijn je vingers? 10 centimeter. 10 centimeter. Ik heb een rolmaat. Ja, die ligt binnen. Kijk, zo zeg. Waar gaat hij dan? Oh, een goede 9.
Nee, het is natuurlijk wel iets van de auto gesmolten. Ja, dat... Eens kijken wat Hugo aan het doen is. Hey, Jigsaw. Wajo. De hele trap is weg, joh. En de hout-cv is weg. Nou ja, van zijn plek. Pas op het afstapje. Ja, ik zou maar via de ladder naar beneden gaan. Het is heel arbotechnisch verantwoord, hè? Zeker. Zo, mooi. Kijk, er ligt een sneeuw op het dak. Deze heb ik er gisteren onder gezet en kijk hoe nat het is. Schoorsteen is verder niet lek. Nee, het is een gat. Van boven naar beneden. Ja, maar dan nog. Je ziet overal de druppels eraan hangen. Hier. Het is condens, ja. Met een beetje fantasie. De staat van de balken waar die op hangt. Ja, het is allemaal gewoon condens. Als je genoeg condens verzamelt over 40 jaar, dan ziet het er op een gegeven moment zo uit, denk ik. Precies.